die heerlijke barbecue vanmiddag. Een echte Zuid-Afrikaanse maaltijd. Kunt u allemaal Afrikaans beter verstaan, nee? Ja. Goed. Ik heb gisteravond gezegd dat ik graag een getuigenis met u wou deel. Hoe die Heere my vrouse broer, sy jongste broer, tot geloof gebring het. En terwijl broeder Arjan hier gesprek het en ook vanochtend broeder Nick Jan gesprek het, het ek gedink, wij zijn alleen maar boodschappers. Wij zijn als iemand wat een couvert van een rijke persoon ontvang, en die zeggen tegen ons, gaan geef dit voor anderen. En dan komen wij bij mensen die heel arm zijn, geestelijk, en wij bouwden het couvert aan. Een envelop, hè? Een couvert, een envelop. En als ze dit couvert nemen en openen, dan zien ze dit is het einde van armoede. Die persoon het echt goed voorzien. In het envelop. En dit is wat die deel van die groot opdracht behels. Nou, ons was op school toen ek en Annikie in verkering gegaan het, my vrou Annikie, laatste jaar op school, het ons vrienden geraak, en toen nou later in verkering gegaan, en haar jongste broer was 2 jaar jonger dan ons, en hij was een heel intelligente jongen. Heel intelligent. Hij heeft op universiteit het hy elektrische ingenieurswezen, ken je die woord? Gaan studeren en een elektrische ingenieur geworden. En heel snel opgang gemaakt in zijn baan. Op 29 waar hij directeur van een groot firma, een internationale firma. Alleen maar een beetje achtergrond, dat u kan zien wie die persoon is. Nou, van schooltijd het ik en Annikie tot geloof gekomen en de Heere gediend. Dat is echt genade. En het ons ook vaak probeer om met haar 2 broers die evangelie te deel. En die oudste broer het altijd gezegd, moet niet tegenover mij preken. Los mij gewoon uit. De jongste broeder heeft altijd maar schouders opgelucht en gezegd: ja, wel, misschien is het zo, misschien niet. En na zijn studies, toen hij een ingenieur wordt, als ons die evangelie met hem deel, dan heeft hij altijd van mij gezegd: wel, André, die dag als jij die boek aan mij wetenschappelijk kan verklaren, dan zal ik geloof. Met andere woorden, wij het begin voel dat albei broers dicht gesloten was. Zij wou de envelop niet aanvaar. Hou maar gerust de envelop met de blije boodschap, nee? En ons het voor 23 jaar vir Laurens, heet hy, gebid. Ernstig gebid. Op een stadium begin voel, ja, zal hij ooit tot geloof komen? Voel onmogelijk. En toe gebeur daar een gelegenheid dat ik als toerleier kon optreden naar een reisgids. Niet eigenlijk een reisgids, alleen maar die tour geregeld en als leier opgetreden. Die gids is wel in Israël. En ons het een groep van ons gemeente naar Israël geneem. En ik dacht bij mijzelf, het is een bijbelstudietour. Misschien moet ons Laurens uitnodigen. Dan moet hij gewoon zitten en luister naar het bijbelstudie. En het is op het plaats waar het afspeelt. Misschien moet wij hem uitnodigen. En ik heb even de mobiel gepakt en om gebeld en gezegd: Laurens, wij gaan naar Israël.
Sou jy en Marlies en julle twee dogters wou saamgaan? En sy woorde was, het klink heel interessant. Nou, interessant was het. En wy het veel gebidde, ook in het gemeente waar ek saam met Johan Bouta gestaan het op dat moment, het ons een gebedsgroep begin en echt niet geschaam om te zeggen, bid voor Laurens. De Heere alleen kan zijn hart open. Ik kan het niet doen. Nou, kom ons op de tour. Wij land in Cairo, bezoek de piramides en zijn ingenieursbrein is in vervoering oor de piramides. Hij staat echt een opmeting doen en kijk hoe breed en hoe hoog is iedere steen en echt mooi. En vandaar in de bus onder de Suezkanaal tot in de Sinaï-woestijn bij de berg Sinaï. Nou, ik weet dat er heel veel debat of het echt de berg Sinaï is of niet, maakt niet uit. Israël heeft geen verschil gemaakt, Godse woord heeft al die verschil gemaakt. En ons is heel vroeg de ochtend is nog heel donker op de kamelen, halfpad op met de berg. En dan stap je tot boven, dan wacht je voor het zonsopkomst. En ons is een groep van 26 bij elkaar. En ons het een plekje gevind waar ons samen gaan zitten. En het was nog sterk skemer, donker. En ik het gesê, laat wij maar stil worden. Alleen maar, laat wij maar stil worden. En toen die zon deurbreek, het ek Exodus 19 voorgelees. Nou, u weet dat dit is geen emotionele opwekking. Het is op de berg, zon kom op, lees Exodus 19, God sê vir Moses, klim op, ik wil met jou praten. En in de volgende moment, soos dit, toe kom daar een totale gebrokenheid over het hele groep. Onverklaarbaar, ik kan geen verklaring gee in my ganse leven voor dit nooit beleef, na dit nog nooit weer. Ik is iemand wat geloof dat de gelovige of de rechtvaardige leef uit geloof, niet gevoelens en wat ook al. Maar het echt gebeur. En ik voel in mijn eigen hart een gebrokenheid. Ik kan de tranen niet keer. En iedereen in de groep zit in tranen. Nou, mijn swaar zit ook in tranen. En hij is iemand die altijd zegt, een man huil niet. Sterk, fris, altijd in beheer van alles. Een man huil gewoon niet. Zo, toen ons afstapt naar onder, toen zocht hij mij op en vroeg aan mij, hij heeft mij altijd genoemd Swari. Swari, wat is daar boven gebeur? En ik zeg, ik heb geen wetenschappelijk verklaring. Ik geloof dat de Heilige Geest kennelijk in onze midden tegenwoordig waar was. Dat is al wat ik kan denken. Ik zeg ook, het gaat nooit in jouw leven weer gebeuren. Het was de eerste en de laatste, geloof ik. Hij zei, oh. En ons kom bij de hotel. En hij vroeg aan mijn vrouw Annikie, het jij van mij een Bijbel? Hij heeft geen Bijbel saamgeneem. Hij is alleen maar geïnteresseerd in de interessante toer in Israël. En Annikie gee haar Bijbel voor hom en ik en zij kijk samen mijn Bijbel voor de rest van de toer. En bij iedere plek waar ons die woord geopen het, Bijbelstudie gedoen het, het ek echt gezien dat God raak sy hart aan. Hij kon het echt niet keer.
die woord en die gees het so tot sy hart gespreek. Die aand in Jerusalem, toe bel hy my in die kamer en zeg, ik wil even met jou spreken. Kan ons naar buiten gaan, op de Olijfberg, de Seven Arches Hotel. Je kijkt af op de oude stad. En wij het uitgegaan en tot 1:30 ochtend over Jezus gespreken. Van 8:00 die avond. En hij het heel veel vragen gevra. En hij was zo geïnteresseerd in alles. En ik kon met hem deel dat Jezus het ook voor jouw zondes, ivers hier aan het kruis gesterf, en hij het opgestaan, en hij leven. En aantal aande later bij die see van Galilea, toe het hij gebreek, soos die wal van een dam, ne? En uitgeroep, o Heere Jezus, ik heb u nodig. En hij tot geloof gekomen, krachtdadig. Sy lewe het so verander. En ek het net besef, soms twyfel ons oor mense. Soms dink ons, die persoon is te hard. Hy kan niet tot geloof kom, omdat hy te hard is. En weet jy wat? Hy is te hard vir my, maar niet vir God. Niemand is te hard vir God. Die woord van God kan iedere hart open doen. En daarom is het zo'n voorreg. En daar het toe iets verschrikkelijks gebeur. Ons is terug naar huis. En Laurens heeft mij bijna iedere dag gebel. Vragen vrouw oor die Bijbel. Hij heeft echt begin Bijbelstudie doen. Hij heeft zo een brandende liefde voor de Heere Jezus gehad. Senior dominee in onze kerk was ook saam. Dominee Fred Haupt. En dominee Fred Haupt het om echt in Galilea naar Jezus toe gelei. En hij het vaak van Johannesburg naar Pretoria in die aand na werk gerei naar dominee Fred. En dan tot laat s'avonds gesprek over het woord en vraag gevra. En toe een ochtend was ik bij een tehuis voor bejaardes, noem je dat ook zo? Ik het daar gaan bedien, die woord gaan bedien en ook met zang gaan bedien. En ik het pas my klanktoerusting geluidsapparaat opgeslaan. Toe lui my mobiele foon en ek antwoord, ek sien dus toe Marlies, Laurens se vrou, en toe ek antwoord, hoor ek, hier is geweldige groot fout. Sy is bijna hysterisch. Sy kan gewoon nie praat, sy huil en sy snik, en ek sê, Marlies, kalmeer, wat is fout? En al wat sy kon sê is, hulle het hom geskiet. En een rover het in hulle erf gekom en hom doodgeskiet. 3 maanden na sy bekering. En as ek vanavond in traan stort, is het uit dankbaarheid. Dankbaarheid dat Godse genade vir hom betyds was. Niet te laat. En ek dank die Heere vir sy geweldige genade. Met sondaars. En als ons die naweek, die weekend, praat oor die groot opdracht, laat ons dit omhels. Laat ons dit ter harte nemen. Wat mijn broeder hier gesê het, is so waar. Het gaat niet over regels en regulaties en moets en moenies. Het gaat over Jezus. En ons begeerte is, dat mensen zijn harte dier Jezus aangeraak word. En daarom moet ons gewoon deel. Dit wat ons het, moet ons deel. Die envelop moet ons gee, is niet voor ons. Ons het ons deel ontvang. Die dag toe ons tot geloof gekom het, en nou
gee God aan ons een stapel envelopes om uit te deel. Wat mensen daarmee maak, is niet in ons handen. Het is in Gods genade. So laat ons die challenge, nee, dat ons het ernstig opneem en laat ons die groot opdracht gaan uitleef. Ek deel nog graag een lied met u. Ek het een nieuwe tablet en hy werk heel anders, heel apart. Ek wil graag een lied met u deel. Wie ken die lied He Touched Me? Die Engelse lied He Touched Me. Is Engels vir u goed? Klein beetje? Goed. Het is een heel mooie lied. Ik hoop dat u dit zal waarderen. Shackled by a heavy burden, neath the load of guilt and shame, then the hand of Jesus touched me. And now I am no longer the same. He touched me, oh, He touched me. And oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. Since I met my blessed Savior, oh, since He cleansed and made me whole, I will never cease to praise Him. I'll shout it while eternity rolls. He touched me, oh, He touched me, and oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. Dankie wel.